Nu is in Nederland het tijdperk van de PVV aangebroken. Maar niet lang na de verkiezingsdag waren er problemen met hun leden. Zo werd PVV-scout Gom van Strien beschuldigd van fraude. NRC meldde dat hij betrokken was bij fraude bij zijn voormalige bedrijf Utrecht Holdings. Er was een klacht tegen hem. Het is onduidelijk of van Strien een misdrijf heeft gepleegd of niet. Een nauw betrokkenen bevestigde tegenover de pers dat er aangifte is gedaan tegen PVV-verkenners. Gom zal vanaf morgen gesprekken beginnen met politieke partijen over de vorming van een nieuw kabinet. Het rapport wordt ingediend bij het Openbaar Ministerie. Verdere informatie wilde de woordvoerder niet geven. PVV-leider Geert Wilders antwoordde dat Van Strien alle beschuldigingen ontkende. Van vervolging is geen sprake, laat staan van veroordeling. Dus ik denk dat hij morgen met de verkenning moet beginnen, zoals gepland. Van Strien zei in een reactie op NRC op de hoogte te zijn van de zaak, maar ontkende ook daar de aantijgingen. Hij zei tegen de krant: als dit naar buiten komt, zal ik actie ondernemen tegen de universiteit, omdat dit mijn naam alleen maar schaadt. Hij zei dat hij nooit een duidelijke uitleg van de beschuldigingen heeft gekregen. In maart heeft Utrecht Holdings klachten ingediend tegen 2 werknemers en 1 oud-werknemer. De reden is vanwege vermoedelijke fraude en omkoping gerelateerd aan aandelentransacties van 2 voormalige dochterondernemingen van Utrecht Holdings in de periode 2006 tot 2018. Uit documenten verkregen door de NRC blijkt dat de voormalige werknemer van Strien was, die tot 2009 directeur was van Utrecht Holdings. Dat bedrijf is het Knowledge Transfer Office van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht. Het creëert bedrijven om de ontdekkingen van de universiteit te commercialiseren. De opbrengst gaat terug naar de universiteit en het UMC Utrecht. Volgens de krant zou volgens een rapport van onderzoeksbureau Deloitte van Strien en zijn opvolger de aandelen van die bedrijven hebben overgedragen aan een extern bedrijf, Hereswind BV, waarin hun vrouwen elk 32% van de aandelen bezaten. De overige aandeelhouders waren voormalige buren en vrienden van Strien en zijn zus. Het zou Hereswind tussen 2006 en 2018 ongeveer 2 miljoen euro hebben opgeleverd. Voorlopig lijkt het nieuws over Van Strien geen enkele impact te hebben op de basisopstelling van morgen. Naast de PVV zei ook de VVD in reactie op het nieuws dat de onderhandelingen gewoon door konden gaan. Een woordvoerder van GroenLinks PVDA laat weten dat zijn partij op dit moment niet wil reageren. Andere partijen hebben nog niet aangegeven niet aan de discussie deel te willen nemen.